Vrienden, het is een beetje stil rond de boeren. Ja, maar ik volg het wel op de voet hoor. Ja, nee. Ontgaat mij wat de boeren betreft niet zoveel. Want wat is er nou aan de hand? Kijk, de boeren die denken ook bij zichzelf. Ja, we kunnen wel roepen, we gaan niet met die Remkes zitten. En hebben we allemaal geen zin in. En die man heeft het stikstofbeleid gemaakt. En allemaal die. Maar zij snappen ook wel dat het wel van belang is dat ze uiteindelijk aan een tafel terechtkomen om te gaan babbelen. Want anders komen er dus geen oplossingen. Je kan wel het hele jaar nog wel de snelweg volgooien in Nederland. Maar dat levert niks op. Dus die jongens van LTO, FDF, weet ik veel wie nog allemaal meer, Agractie, ik weet hoe ze allemaal heten. Die zijn aan het inschikken, vrienden. Ja, de boerenorganisaties die hebben zich er een beetje bij neergelegd dat ze toch maar beter met die Remkes aan tafel kunnen gaan. Dus die zijn allemaal minder fanatiek en hup. Nou, en dat is verstandig. Dus die gaan met die Remkes babbelen. Maar de boeren hebben wel gewaarschuwd. Die hebben gezegd, luister goed. We gaan wel heel serieus praten over oplossingen. Ja, dat we het echt hebben over de punten in die stikstofnota van jullie. En daar gaan we dus echt over praten. Zodat we niet alleen aan tafel gaan zitten om voor jullie dan zogenaamd het land een beetje rustig te krijgen. Want daar hebben we geen zin in. Oké, dat heeft de politiek begrepen. Dus wat zien we aan de politieke kant? Ook daar is het inschikken begonnen, beste vrienden. Ja, want je hoort CDA. Nou ja, we kunnen wel over dit praten, we kunnen wel over dat praten. Die snappen ook wel dat er gewoon echt gepraat moet worden. Ja, en de ChristenUnie ook, ja, schikt ook een beetje in. VVD zelfs, ook lekker aan het inschikken een beetje. Nou, kan wel een beetje dit, kan wel een beetje dat. En weet je wel, het compromis kan gezocht worden. Maar er is één club, vrienden, ja. En ja, jullie voelen hem al aankomen. Ja, ik ook. Ik voel hem ook al aankomen. En jullie ook. Er één club die dat dus niet doet. En dat is, ja, D66. Ja. De kakelende KAAG en haar clubje. Ja, die liggen weer dwars. Die moeten gewoon gaan solliciteren. Bij de NS hebben ze nog dwarsliggers nodig. Ja, of bij de Turnbond hebben ze ook dwarsliggers. Het is toch onvoorstelbaar. Want die zeggen van, nee, we houden vast, hè, D66. We houden vast aan die 50% en aan 2030. Terwijl die andere partijen allemaal zeggen, nou ja, die 50% daar kunnen we wel even over babbelen. En 2030, nou, dat kunnen we misschien een beetje opschuiven. Nee, niet D66. Nee, daar houden we lekker aan vast. En die, ja, het zijn dwarsliggers. Dus vrienden, ze heten officieel Democraten 66. Nou, en die naam, die wordt vanaf nu, vandaag, wordt die veranderd in dwarsliggers 66.